Tijdens het jaarlijkse congres van de ASCO in Chicago besprak professor Slotman de resultaten van een studie die thoracale radiotherapie onderzocht bij patiënten met gemetastaseerd kleincellig longcarcinoom. Kunt u aangeven welke patiënten in aanmerking kwamen voor inclusie en waarom? Deze studie is eigenlijk een vervolg op een studie die we in 2007 op de ASCO hebben gepubliceerd. Dat was een studie naar de waarde van profilactische schedelbestraling bij dezelfde patiëntengroep. En in die studie vonden we dat ongeveer 90% van de patiënten progressie in de thorax kregen. En na chemotherapie had ruim driekwart van de patiënten ook nog steeds ziekte in de thorax. Dat is reden geweest om deze studie te doen, waarbij we de ene arm wel thoraxbestraling hebben gegeven. Dus bestraling van de resttumor in de long en de klieren. En de andere arm niet. Beide groepen die kregen profilactische schedelbestraling, omdat in de vorige studie naar voren was gekomen dat de overleving duidelijk verbeterde. Hoeveel patiënten namen deel aan de studie en hoe werden zij behandeld? In totaal zijn er 498 patiënten in de studie geïncludeerd. En de accrual van die patiënten ging eigenlijk veel sneller dan verwacht. Er waren patiënten vooral uit Nederland en uit Engeland, ook een paar uit Noorwegen en België. En die patiënten het waren patiënten die een goede respons hadden, of een complete respons, partiële respons of een minor respons naar chemotherapie. En die werden gerandomiseerd tussen of straling op de thorax en profilactische schedelbestraling of alleen profilactische schedelbestraling. En de dosis van die thoraxbestraling die was relatief laag gekozen. Het is voor palliatieve begrippen een relatief hoge dosis, voor curatieve begrippen een lage dosis. We deden dat omdat we niet wisten of we bij deze groep, zeg maar toch fragiele patiënten met een slechte overlevingskans, of daar de meerwaarde van zo'n lokale behandeling zou opwegen tegen de mogelijke bijwerkingen. Wat waren de effecten op de totale en de progressievrije overleving? Wat we vonden is dat de eerste 9 maanden de overlevingscurves eigenlijk helemaal over elkaar liepen. Maar na 9 maanden zagen we echt een enorm verschil ontstaan. En na 2 jaar was de overleving in de groep die op de thorax was bestraald 13% tegen maar 3% in de controlegroep. In hoeverre zijn er ook nadelen gevonden en wat zijn de bijwerkingen van de behandeling? Opvallend genoeg zagen we eigenlijk geen verschil in bijwerkingen tussen de beide armen, tussen de groep die wel en geen thoraxbestraling kreeg. En de belangrijkste bijwerking die we zagen, en dat was maar bij een paar procent van de mensen, was het graad 3 toxiciteit. Dat was dan vermoeidheid, mogelijk gerelateerd aan de profilactische schedelbestraling. Maar verder is de behandeling eigenlijk heel goed verlopen. En wat zou de impact van deze bevindingen zijn op de klinische praktijk voor deze patiënten? We verwachten eigenlijk dat door de publicatie van deze studie eigenlijk heel snel het hele beleid aangepast zal gaan worden. Net als dat we gezien hebben na de vorige studie naar profilactische schedelbestraling. Toen was eigenlijk in een groot deel van Europa en een groot deel van de wereld eigenlijk binnen 3 maanden het hele klinische beleid aangepast. En we verwachten dat binnenkort alle patiënten met extensive disease die een respons hebben op chemotherapie, dat die niet alleen profilactische schedelbestraling gaan krijgen, maar ook een bestraling van de thorax, de eventuele resttumor.